Gewapend met spandoeken staat een groepje cursisten en docenten zaterdagochtend op de trappen van het stadhuis. Waar protesteren jullie tegen? Tegen de keuze van de SKVR dat zij ervoor kiezen om met hun beleid alleen maar zich nog langer te richten op jongeren tot en met 23 jaar. Het zou gewoon heel zonde zijn als er voor mensen boven de 24 dat ineens de kraan wordt dichtgedraaid en dat we allemaal maar thuis moeten gaan zitten achter de geraniums. De SKVR geeft in Rotterdam cursussen theater, dans, muziek en kunst. En vanaf volgend jaar doet ze dat alleen nog maar voor jongeren. De SKVR ziet zich financieel gedwongen tot deze maatregel. Maar de volwassenen zijn boos, want zij kunnen nergens meer terecht. Ik denk dat de ouderen daar ook in bij willen dragen. Maar de mogelijkheden moeten wel zijn. De faciliteiten moeten er zijn. En ik vind dat een verplichting is van de politiek. Cursisten en docenten willen burgemeester Abu Talib ruim 1000 handtekeningen aanbieden voor een laatste redding. Maar dat gaat niet door, want hij is nergens van op de hoogte. Maar ja, het draait uit op een protest voor een dichte deur. Ja, helaas. Helaas, ik begrijp het ook niet. Want ik heb een zwart op wit staan dat het goedgekeurd was dat de handtekening aangeboden zouden worden. En dat we hier om 10:30 op de beurs moesten zijn. En om 12:00 op het stadhuisplein. Maar zo dreigt uw protest niet gehoord te worden. Ik breng het van de week persoonlijk weer naar het gemeentehuis. Alsjeblieft. Nee, die krijgen ze echt nog wel. Dus, maar ja, dit is een beetje, het valt een beetje tegen. Het zit niet mee. Het zit niet mee. Maar goed, de zon schijnt. Wat wil je nog meer?